Ja, ik vind gewoon echt heel goed wat jullie doen. En ik hoop dat steeds meer jongeren zich daarop gaan aansluiten. Want uiteindelijk hebben de gasten die er geld aan verdienen. Want ik hoor inderdaad van veel mensen, ook op de Zuidas, overal, ach, wie doe ik er kwaad mee? Hè? Ik gebruik het gewoon zelf, ik doe er niemand kwaad mee. Nee, die gasten die er geld aan verdienen, hebben bloed aan hun handen. Zo simpel is het. Ja. Maar ja, en jij dus indirect ook als je het gebruikt, vind je, kan je het zo vertellen? Ja, dat vind ik wel. Ja, ja, en wat je, en precies zoals John ook zegt, het is niet alleen bij justitie. Mijn collega vanuit VWS, die is echt bezig ook met campagnes, ook voor die bewustwording. Ook vanuit gezondheid, maar ook, vind ik heel erg belangrijk, dat je ook snapt dat je onderdeel bent van die keten, omdat jouw vraag en aanbod in stand houdt. En als wij dat in Nederland doen en de landen om ons heen dat doen en iedereen dat steeds meer doet. Maar je zou ook kunnen zeggen, Thailand, Singapore, jongens, we gaan gewoon zwaar straffen als je gepakt wordt met drugs, 10 jaar. Dat zou je ook kunnen doen. Ja, maar er wordt al heel zwaar gestraft. Nou, als je een student hebt, drugs, mag je gewoon gebruiken in Nederland. Maar zeg maar wel de drugsgerelateerde criminaliteit, die straffen zijn allemaal hoger geworden. En als je ziet wat er verstraft wordt uitgedeeld aan liquidatie. Een student die met coke wordt gepakt, die gaat dan niet de bank in. Maar daar moet je het niet gaan zoeken, vind ik. Nee, maar is het niet een beetje naïef om te denken, we moeten mensen met een soort van zachte hand ervan afhouden? Terwijl je ook kan zeggen, ja, als het allemaal zo erg is, we moeten misschien wat harder daarop aanpakken op aan de gebruikerskant. Ja. Ik bedoel, iedereen weet dat er de hele zomer weer 1000 festivals zijn. Ja. En dat iedereen daar aan de drugs zit. Ja, maar dat is ook niet een proces van een paar weken. Maar je moet echt gewoon meer bewustwording gaan creëren onder die jonge generatie. En dat doe je niet alleen door het straffen of straffen te verhogen, et cetera. Dat hoort veel breder. En dat heeft te maken met voorlichting. Dat hoort, je moet een heel pakket eigenlijk hebben. Maar met geen straffen voor gebruik, tenslotte. Nee, dat vind ik zeker. Geen straffen voor gebruik. Nee, ook wat in veel landen nog wel. Nou ja, omdat ik ook wil dat mensen die dat toch gebruiken en zorg nodig hebben bijvoorbeeld, dat wel durven in te schakelen. Dus er zit ook weer een hele andere kant. En je ziet ook dat het niet effectief is. Nee. Maar je moet wel knijterhard straffen degene die hier goud geld aan verdienen. Nou, dat heeft heel veel opgeleverd.